Voor de 500.000 mbo-studenten in ons land is het leren in de praktijk een onmisbaar onderdeel van de opleiding. Om het belang daarvan te onderstrepen heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap sinds 1996 de verkiezing voor het beste leerbedrijf ingesteld. Voor de sector transport en logistiek wordt deze verkiezing georganiseerd door STL. We bieden graag een platform omdat leerwerkplekken ongelooflijk belangrijk zijn voor de sector. We zijn natuurlijk voortdurend op zoek naar nieuwe instroom. Komende jaren gaan er nog zo'n 8000 mensen per jaar gezocht worden om uiteindelijk in die sector aan de slag te gaan. En daarvan is een heel belangrijk onderdeel jong instroom. En daarvoor zoeken wij voortdurend naar goede leerbedrijven die deze jongeren een kans bieden. Tijdens de aanmeldperiode hebben de bedrijven zich aangemeld voor de verkiezing. En STL is op basis van een uitgebreid interview met ieder bedrijf tot een top 3 van leerbedrijven gekomen die kans maken op deze prestigieuze prijs in de sector transport en logistiek. Als eerste Altusius Opslag uit Meppel. Het is onderdeel van Koiker Logistiek. Het bedrijf telt 60 werknemers en verzorgt de opslag en distributie van zuivelproducten voor Friesland Campina. De kennis wordt met alle liefde overgedragen op de leerlingen. De sfeer wordt geroemd en is gezellig, maar hard werken wordt niet geschuwd. De volgende genomineerde is Cefotrans uit Oosterwijk. In dit Brabantse bedrijf, dat onderdeel is van Unilin Insulation, staat het transport van dak- en isolatieplaten centraal. Voor iedere leerling wordt een individueel traject opgezet. Zo wordt gekeken wat nodig is voor de juiste begeleiding. En als derde leerbedrijf KLG Europe. Al meer dan 100 jaar is dit bedrijf succesvol in de logistieke sector en biedt het wereldwijd diensten aan. Leerlingen opleiden is erg belangrijk in dit bedrijf en KLG gelooft in zelfstandigheid. En daarom krijgen de leerlingen veel ruimte om zich te ontwikkelen. Uiteindelijk was het aan de jury om te oordelen welk bedrijf de titel verdient. Goedemiddag, Roger, Bart, Romy. Ik ben weer terug hier in de prachtige Oosterwijk. Wij zijn vandaag, zoals jullie weten, een grote rondgang aan het maken door Nederland om uiteindelijk iedereen persoonlijk te vertellen wat de uitslag is van de verkiezing van het leerbedrijf van het jaar. Allereerst in ieder geval nogmaals gefeliciteerd met jullie nominatie. Jullie behoren tot de 3 beste leerbedrijven van het jaar, dat weten jullie al een tijdje. De jury heeft de 3 genomineerde leerbedrijven bezocht en op basis van het bezoek een winnaar gekozen. De winnaar van de verkiezing Beste Leerbedrijf Transport en Logistiek 2021 is een bedrijf geworden dat bijzondere aandacht geeft aan de mens achter de student. Naar het unanieme oordeel van de jury is de winnaar van het beste transport en logistiek van 2021 geworden, Cefotrans. Yeah. Bart, alsjeblieft. Ja, dankjewel. Ik hoop dat hij een mooi plekje krijgt voor jullie. Ja, zeker. Hij gaat een mooi plekje krijgen. Okay. Alsjeblieft. Dankjewel. Dus jij kan thuiskomen vanavond. Ook. Kijk, goed. Je staat een hele trotse manager van Cefotrans. Ja, het was wel echt een verrassing. Zeker omdat we pas een paar jaartjes bezig zijn met stagiaires binnen Cefotrans. Het is een bevestiging dat je op de goede weg bent en met de juiste dingen bezig bent. En het is een enorme pluim die je krijgt voor hetgeen waar je gedaan hebt en waar je voor staat. Wat ik het mooiste vind is dat ze echt dus kijken naar de mens achter de leerling. En daarin hebben ze altijd het belang van die leerling voor. En het is mooi als die uiteindelijk zijn plek weten te vinden, bijvoorbeeld in een vaste baan bij Cefotrans. Maar als dat niet het geval is, vinden ze dat ook oké. Zij gaan echt. Zij leiden op voor de sector. Ik zou het zeker andere bedrijven aanraden, ja. Je komt in contact met jonge mensen natuurlijk, maar ook je relatie met het onderwijs. Je kunt beter afstemmen met het onderwijs van hoe ziet het onderwijs eruit? Wat is de behoefte van het bedrijfsleven? Hoe kunnen we dat goed op elkaar afstemmen? En door stagiaires een plek te geven, kun je dat ook aan de lijve ervaren. En kun je daarover meepraten en meedenken. Geef jongeren een kans en word leerbedrijf. Het is goed voor de toekomst van het vak en de branche. STL helpt je graag. Voor meer informatie, kijk op onze website.